Het schoudergewricht. Bewegingen in het schoudergewricht. Naar ventraal toe antiflexie. Naar dorsaal retroflexie. Naar lateraal abductie. Hier zie je dat net voor 90 graden er een botsing is tussen tuberculum majus en acromion. Waardoor dus er een rotatie van het scapula naar lateraal zal gebeuren. Dan heb je en de rotatie draaiing naar binnen toe, exerotatie draaiing naar buiten toe en een volledig ronddraaien is een circumductie. Indien de kop uit de kom gaat, spreken we over een semiluxatie als de kop meteen terug in de kom geraakt en over een luxatie, een ontwrichting, als de kop uit de kom blijft. Kan in verschillende richtingen. Dan structuren op het bot zelf. De bolle structuur die je hier kan zien, ligt steeds proximaal, wijst naar het scapula. Onderaan, een brede structuur, is steeds distaal. Ventraal zie je hier een kleine knobbel en zie je distaal twee openingen. Terwijl dorsaal zie je geen kleine knobbel en zie je distaal één opening. Structuren op het bot zelf, dan zien we proximaal een grote ronde structuur, een kraakbeenstructuur, het caput humeri. Vooraan zie je een kleine knobbel, tuberculum minus. Lateraal zie je een grote knobbel, tuberculum majus. Op een proximaal zicht zie je dit goed. Zie je opnieuw een kleine knobbel, tuberculum minus, en een grote knobbel, tuberculum majus, langs deze kant. Tussen die twee loopt er een sulcus, loopt er een groeve waar de lange pees van de biceps brachii doorloopt. En dus de sulcus intertubercularis. Vanuit elke knobbel is er een structuur die doorloopt naar distaal en zie je de crista tuberculi majoris en de crista tuberculi minoris met de sulcus intertubercularis die hier tussen blijft, zoals gezegd. Rond het caput humeri heb je de afbakening van het kraakbeen. En dat is de colum anatomicum. Ga je iets distaler, zit je hier, heb je het colum chirurgicum. Op de diafyse zie je lateraal een ruwe structuur, tuberositas deltoidea. De deltoideus komt dan ook van over de schouder, zoals een kap die gaat vasthechten op het centrale stuk van de humerus. Het is bijna een vlezige insertie, heel weinig insertiepees aanwezig. Gaan we naar distaal, dan zie je op een ventraal deel epicondylus medialis, de kant van het caput humeri, wijst naar mediaal, en epicondylus lateralis. Dan zie je de fossa coronoidea en de fossa radialis. Onderaan heb je de condylus humeri met het trochlea humeri, ligt langs de kant van het mediale stuk. En mediaal ligt ook de kant van de ulna. En zie je hier het capitulum humeri, het hoofdje, waar de radius tegen articuleert. Ga je naar distaal, dan zie je daar het fossa olecrani, waar de elleboogtop in past. En opnieuw zie je hier die tweezelfde structuren terugkomen. Trochlea humeri en capitulum humeri. Om af te sluiten zie je daar een kleine groeve lopen. Ja, en die groeve is de groeve om de zenuw richting de ulna te begeleiden, is de sulcus nervi ulnaris.